Hoi en welkom bij Dynamite Magic Shop product update nummer 70. Geen Leon. Nee. Ik ben zelf terug van vakantie. Ik ben deze week weer begonnen. En Leon die had ook nog wat vrije dagen, dus die heeft nu ook weer even vakantie. Dus vandaar dat ik het even alleen doe. Ik vond het zonde om nog langer te wachten met een update. We hebben er inmiddels al eentje overgeslagen, dus het is eigenlijk al 4 weken geleden. Dus ik denk, pak even wat spullen en ga even wat nieuwe dingen laten zien. Wat ik een heel grappig dingetje vond. Er was een klant die mij daarop wees al een enige tijd geleden. Want het was niet leverbaar. Is dit. Dit is de Magic Sword. Nou, ik moet even kijken of je goed kunt zien op de camera boven. Wat is dit namelijk? Het is een afbeelding van een piraat. Met een zwaard. Nou, de zwaard is eigenlijk een soort wijzer op een horloge. En er zit een kettingje aan met een echt zwaardje. Nou, dat echte zwaardje, kijk even of het boven op het principe te zien is, ik denk het wel. Dat kun je in het gaatje zetten. Het gaat helemaal daar doorheen. Je ziet hier het puntje stinkt hier beneden gewoon uit. Dat is echt hetzelfde zwaardje. Dus dat blokkeert elke mogelijkheid om het zwaard op de afbeelding. Maar het gekke is, als je nou dit doet, dan gaat dit zwaard door dit zwaardje heen. Nog een keer. Nog een keer in. Kijk, hij zit er echt doorheen. Ik kan het een beetje beter laten zien. Ik kan het even qua belichting niet inschatten. Maar ik ga het zien. Kijk. Tjak. 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 Heel vreemd. Nou, hoe het kan. Ik heb wel een vermoeden, maar ik kan het niet checken, want ik vind het zonde om helemaal open te maken. Een leuke puzzel. Nou, er zit verder geen uitleg bij, want je stopt het zwaardje erin en je trekt aan het palletje en dan gaat het zwaardje doorheen. Dit is het Magic Sword. Magic Sword, het magische zwaard van Xanadu. En hij kost €3,95. Dus als jij denkt, nou, ik wil een leuke puzzel hebben die ik iedereen kan laten zien en waarvan niemand iets begrijpt. €3,95. Ik dacht, een leuke opening. Dan. Het is warm buiten. Dus waarom niet warm binnen? Stel voor, je pakt je portemonnee. En goedemorgen. En je hebt hier een keurige portemonnee. Oké, dat is een papiertje in van de nieuwigheid. Vakjes. Hier vakjes. Ritsvakje. Dit is onze eigen vuurwallet. De Super Fire Wallet. Gemaakt van echt leer. Kijk, we een mooi doosje trouwens ook. Een mooi opbergdoosje. Dus daar staat een certificaatje bij. Dat het echt leer is. Kijk, Qualified Certificate van echt leer. Dus je hebt geen plastic rommel. Super Fire Wallet. Nou, ja, wat is daar zo bijzonder aan? Nou, normaal laten we niet direct de werking van de productie, maar ik laat even zien waarom deze zo goed is. Allereerst is het vuurvak magnetisch. Dat betekent, je kan dit zo laten zien, en er is eigenlijk niks te bekennen. Daar zou je echt zo gaan zoeken. Want het vuurvak, dat zit hier. Kijk. En dat vuurvak is magnetisch, het sluit magnetisch. Pats. En dan zit het natuurlijk echt dicht, zoals je kunt zien. Nou, als je met je vinger opengooit, heb je hier een vuurwieltje. En dit is wick, oftewel katoenen gevlochten stof, draad. En die heb ik voorzien van aanstekenbenzine. Nou gebruik ik zelf Zippo vloeistof. Dat gebruik ik al jaren, vind ik zelf de beste, omdat hij het minst snel verdampt. Dus eigenlijk aanstekenbenzine noemen ze het ook wel. In elke sigarettenwinkel verkrijgbaar. Euro of 3, 4, 5, ligt eraan waar je hem koopt. De bakjes, dus noem ik even deze dingen, zijn voorzien van een opstaande rand. Nou, leuk denk je. Nou, waarom is dat? Als die bakjes dicht zijn, dan sluit dat hele bakje, ik kan het een beetje laten zien aan de bovenkant, sluit helemaal af. Dat wil zeggen dat de vloeistof die je op het wick hebt gedaan, op de katoen hebt gedaan, eigenlijk, ik kom steeds meer spul tevoorschijn, kan niet verdampen. Nou ja, nauwelijks verdampen. Waardoor je misschien wel tot 2 uur van tevoren je vuurwallet kunt prepareren zonder dat de vloeistof verdampt. Zou je niet die randjes hebben, zou je alleen maar vuurvakjes hebben op een plat oppervlak en dat sluiten, verdampt je gewoon je vloeistof en dan is het vaak een kwartier, 20 minuten later al, doet hij niks meer. Nou, deze, ik heb hem voor de update heb ik hem voorzien, nou, een half uur geleden zoiets. Nou, ik heb hem nu voor de tweede keer. Kijk, het is ook flinke vlam ook, maar het ligt ook aan hoeveel benzine dat je erop doet. En dan heb je je vlam. Dus enkel het vuurwieltje, ik zal het even laten zien, kijk. Pats. Nou, belangrijk, we zijn toch aan het praten.
Het moet de benzine zijn die brandt, niet de stof. Dus zorg dat er genoeg benzine op zit, niet te veel. Je wil niet dat de benzine overal langs loopt, want het gaat allemaal meebranden. Geen goed idee. De benzine moet branden. Dus op het moment dat jij die portefeuille een minuut laat branden, ja, dan is je benzine opgebrand en dan gaat je stof verder branden. Dat is zonde, dan moet je op de lange duur dit vervangen. Nou, we hebben een demo-model, niet van deze, maar van onze vorige portefeuille. Hebben we al jaren gebruikt en die stof ziet er nog net zo uit. Gewoon omdat altijd de benzine laat branden en niet de stof. Dus je kan hier echt gewoon je geld in. Nou, we hebben volgens mij twee modellen. Ja, kun je niet echt bewust aangeven, maar deze heeft een rits, de andere heeft een klepje. Maar er is altijd een vakje voor bijvoorbeeld kleingeld of zoiets in stop of kleine dingetjes. En je hebt altijd ruimte voor pasjes hier en papiergeld. Dus je kunt hem gewoon echt bij je dragen als een normale portefeuille. Daarnaast is het een modern model. Dat houdt in, het is een billfold. Dus eigenlijk bedoeld waar je bang bent in kunt stoppen en dubbel kunt vouwen. Model. Ziet er ook hip uit. Niks mis mee. Wat kost onze Super Fire Wallet? €35. Super product. Geen Chinese makelij. Eigen product. Goed gemaakt. Zorg dat jij er ook een krijgt als je op zoek bent naar een vuurwallet. Want ja, er zijn twee hele belangrijke dingen waarmee je aandacht van je publiek kunt krijgen. Naar mijn mening. 1. Vuur. 2. Geld. In dit geval zitten ze allebei in. Maar door de vlammen. Nou, je hebt meteen aandacht. Twijfel je daaraan? Lees de boeken van David Stone. Bekijk de DVD's van David Stone. Die zal je hetzelfde vertellen. Hij opent altijd met een vuurportefeuille. Hij zegt, hey, ik heb hier een portemonnee gevonden. Is die toevallig van iemand van jullie? En dan heeft hij vuur. Super Fire Wallet. Leg even op een zij. Een glas. Een Sharpie. Ja, het maakt geen geluid, sorry. Je kan bijvoorbeeld de dop eraf nemen. Nou, heb je ooit gedacht, ik wil met mijn gedachten voorwerp laten bewegen? Dat kan. Het heet telekinese, met een heel mooi woord. Stel voor dat je zegt, ik neem een dopje, ik zet dat hier neer, zo. Zet daar een dopglas overheen. Je concentreert je op de dop. En heel langzaam. De dop beweegt, alleen kun je niet zien, hij schuift een heel klein beetje op en neer. Misschien ook beter te zien op een gladde tafel. En als je nou een groter glas neemt, dan zie je het nog beter. Waarom? Kijk, valt de dop helemaal om. Nou, hiermee heb je ook veel meer mogelijkheden. Dit is in principe Captive van Jimmy Strange. Ja, ik heb hier heel even mee gespeeld. Je moet hem even experimenteren. Dat wil zeggen, nu valt de dop langzaam om. Normaal kan de dop, als je gewoon op tafel zet, springt hij bij de andere, springt hij om. Dat kan. Je kan de Sharpie bovenop een fles leggen, dat hij eraf valt. Je kan er kaarten mee terugvinden in een kaartspel. Er zitten van allerlei routines bij. Basis is dat de dop vanzelf beweegt. Als je hem op een gladde tafel zet, dan heb je nu een matje, dat kan niet. Zie je hem echt langzaam schuiven op tafel. En dan plotseling springt hij heel snel om. Geen magneten. Geen onzichtbaar draad, dus je bent helemaal vrij, zet de dop neer. Er zit geen bevestiging aan iemand of aan iets. Self-contained, zoals ze noemen, oftewel, ja, het zit helemaal ingebouwd in je dop. De dop zet je gewoon op je Sharpie, resetten, een paar seconden en dan kun je het zo weer doen. Captive kost €27,25, compleet met online video instructie, compleet met je Sharpie die je erbij zet. Ja, is het moeilijk? Nee, je moet even experimenteren en dat heeft te maken met het feit dat je even wil kijken hoe je wilt dat je dop springt, CQ valt. Ik had het glas er even bij gepakt op het laatste moment. Ik denk, dat is wel mooier. Maar ja, het nadeel is dat het dan tegen de wand valt. Zou je het zonder glas doen, dan valt hij ook echt om. Dat daar ruimte voor is. Er was hier geen ruimte voor. Captive van Jimmy Strange. Check de video demo voor een betere demo dan ik nu heb laten zien. Dat is misschien wel een goed idee. Ja, en dan echt een lang verwacht iets. Wat gisteren eindelijk binnenkwam. Een dikke maand te laat, zeg maar. Lag niet aan ons. De Tarantula 2. Waarom is die zo laat?
Nou, Hiro Mishika, bekend om zijn toch wel veel zweef- en animatie-effecten, is nogal nauwkeurig. En dat is op zich een goed teken. En hij wilde bepaalde aanpassingen laten doen aan zijn tarantula. Hij was niet tevreden over de kwaliteit. En daardoor werden er nog wat dingen bijgestuurd en werd de uiteindelijke levering later. Nou, persoonlijk heb ik liever een goed product waaraan nog dingen veranderd zijn. En dat ze zeggen, ja, we hadden eigenlijk nog dit en dit willen veranderen. Maar ja, hij was al klaar. Nou, ik kan je niet de gimmick laten zien. Zonde. Maar ik kan je er wel wat over vertellen. Ik kan je hem ook niet demonstreren. Waarom niet? Omdat dat zittend niet handig is. Nou, als er één effect is wat mijn favoriet is in alle jaren, is het wel Tarantula. Dan heb ik het over de eerste versie. Maar, nou goed, ik ga meer vertellen erover. Ik heb hem zoveel gedemonstreerd. Echt zoveel in de winkel. En dat ga ik met deze ook gewoon weer doen. Dus als jij zegt, ik wil zien hoe die truc eruit ziet, kom naar de winkel. Ik laat zien wat ermee kan. Want het is echt een vette gimmick. Wat is er anders aan dan versie 1? Dat zal de meest gestelde vraag zijn. Nou, wat is er anders aan? Nou, zonder het helemaal te verklappen. In versie 1 gebruikte je batterijen, knoopcelletjes. Zitten hier niet meer in. Een van de meest grote veranderingen is dat hier een accupack in zit. En die laad je op via je USB. 2 uurtjes aan de stroom. Aan de stroom aan de USB is genoeg voor 50 vertoningen. 50, dat is echt wel heel veel. Er zit een indicator op die aangeeft of de batterij vol is of leeg is. Zodat je weet, oh, ik moet nu gaan opladen. Je kan ook zien wanneer die vol is. Er zitten allemaal controlelampjes waarmee dat werkt. Verder zit op de oude versie zat een schakelaartje waarmee je de bediening kon regelen. Oh, ik zal niet helemaal... Ik probeer een beetje vaag te praten. Niet meer nodig. Dit ding doet alles zelf. Dat zijn eigenlijk de 2 grootste veranderingen. Design is niet veel anders. Het is wel beter, het is verstevigd. Dus als je het snel kijkt, het uiterlijk is hetzelfde, maar het hele binnenwerk is echt wel goed aangepakt. Vergeet ik iets. Ja, nou eigenlijk was ik erover nadenken vanmorgen. En toen dacht ik, eigenlijk is nu de Tarantula een beetje als de Spider-Pen Pro. Waarom? Omdat je niet meer met de schakelaar werkt en dat werkt de Spider-Pen ook niet mee. Dus je zou kunnen zeggen dat de Spider-Pen eigenlijk hetzelfde werkt als de Tarantula qua techniek. Het uiterlijk is natuurlijk totaal anders. Je Spider-Pen die stop je in je zak. Die is er ook voor gemaakt. Die mag je zien zitten. Het is een pen. Dit is een ding dat wil je niet zien zitten. Nou, en het mooie van deze is ook, je kan hem op de oude manier gebruiken. Dus gewoon terwijl je bezig bent. Voor mensen die weten wat ik nu doe, die begrijpen dat. Maar je kan hem ook gebruiken hands-free. Oftewel met lege handen. Nou, dit ding is er niet op gemaakt om als een pen opgebogen te worden. Dus dat kun je, hoe je ergens anders kun je dat heel makkelijk plaatsen. Ik zal die klappen waar. En dan heb je echt lege handen. Dus dat is ook nog mooi. Dat is de hands-free control waarover ze praten. Tja, 79,95. Nou, ondertussen heb ik hier een filmpje afgedraaid. Voor een live demo, kom naar de winkel. Ik kan het ook laten zien. Het is echt een heel, heel, heel vet product. En ik ben ook heel blij dat hij weer terug is. Want ik geloof niet dat er effecten zijn waarvan we meer verkocht hebben dan van de Tarantula, van de Spider-Pen, van de Loops, van al de producten van Hiro Mishika. Is gewoon allemaal zeer bruikbaar en goed spul. We hebben nog een heleboel. We hebben echt ons niet laten verrassen. We dachten, we knallen een hele stapel van die dingen in de winkel in. Een hele bak vol hebben we in het magazijn liggen. We hebben gisteren iedereen die er eentje voorbesteld had ook al eentje gestuurd. Dus als je dit filmpje bekijkt, dan heb je ons goed vandaag ontvangen. Misschien morgen als je pech hebt met de verzending. Ja, alles zit erbij verder. Zeg je, nou ik wil iets nabestellen of ik wil genoeg van alles hebben. Het enige wat je zou kunnen bijbestellen om lange tijd vooruit te kunnen is de spiderspoeltjes. Dat zou je kunnen doen. Spider-pen navulling of Tarantula navulling, net hoe het op de site staat het allebei. 2 spoeltjes voor dag 17,50. Ja, maar er zit er eentje bij, maar dan heb je er 3 en dan kun je echt lang vooruit. Dus batterijen mee bestellen, niet meer nodig. Oplaadbaar. Tarantula 2. Super ding. Oké. Ja. Nou, ik heb hier even wat dingetjes pakken. Op verzoek van mensen. We hebben jaren geleden hebben ook zoiets verkocht. Maar toen was de kwaliteit was ik niet tevreden. Het was een beetje niet mooi. Dit is mahoniehout. Deze mooie lijntjes mahoniehout. Dat was toen...
waaibomenhout, geel geverfd. Waar, als ze aankwamen was de lakker al half af. Toen dacht ik, nee jongens, dit is hem niet. Wat zijn dit? Dit zijn de twee leitjes, zeg maar krijtbordjes. Zie? Die kun je in principe zo op elkaar leggen. Ik zal ze hier even neerleggen. Zo. Ik zal even een krijtje tussen leggen. Zo, kijk. We hebben een kaartspel. Kun je op plek voor eens leggen, een beetje naar voren. Zip. Kijk, allemaal verschillende kaarten. Ik zal ze nog een beetje door elkaar schudden. Nou, wat is het idee? Je kan er van alles mee doen. Maar de basis is eigenlijk het volgende. Je laat iemand een kaart kiezen ergens. Nou, kaart. Je laat mensen de kaart onthouden. En dan zeg je, dit is een manier om te communiceren met de overledene. Met de geesteswereld, met weet ik veel wat voor verhalen je ervan maakt. Maar het moet passend zijn. En omdat die niet kunnen spreken, heb ik een krijtje tussen de borden gelegd. Zodat ze met ons kunnen communiceren met een schrift, laat ik het zo zeggen. Ik voel het alweer. De tafel begint een beetje, voel het een beetje bewegen van de tafel ook. Dat betekent dat er iets bezig is hier met die borden. Dat is een beetje vreemd natuurlijk dat ik dat zeg. Maar ik heb dit hier iets gebeurd. Ik hoor ook inderdaad een heel licht gekras. Ik weet niet of je kunt horen. Een beetje vreemd. Hey, maar je had een kaart gekozen. Welke kaart had jij gekozen? Harte vrouw. Oké. Harte vrouw. Nou, dus een manier. Ik moest even wat verzinnen om dit te laten zien. Om de spirit slates te laten zien. Spirit slates, spookbordjes, net hoe je het noemt. Kun je boodschappen op laten verschijnen. Nou, je kan op twee zijden boodschappen laten verschijnen. Dus er had hier ook iets kunnen verschijnen. Dus kun je, ik had de harte vrouw kunnen doen. Of u kiest de harte vrouw. En dan beginnen ze dus alles leeg. En met behulp van je krijtje kun jij twee zijden boodschappen laten verschijnen. Dit is goed gemaakt. Zeer goed gemaakt. Bazaar de Magia. Je ziet, ik kan gewoon dit allemaal doen. Dat heeft te maken met het feit hoe het gemaakt is. De Spirit Slate Magnetic, ik moet de naam even noemen, van Bazaar de Magia, €104,95, maar dan heb je wel een mooi product, heel goed product. Bruikbaar om al je boodschappen te laten verschijnen. Ja, en ik heb al zitten denken, zal ik iets maken dat ze ook nog gaan bewegen, zal ik iets maken dat er geluid bij zit. Je kan het er allemaal aan toevoegen als je wil, om het nog spookachtiger te maken. Maar ik had vanmorgen, het is nu nog heel vroeg, even niet... energie is het goede woord. Om dat even allemaal vast te maken. Plus het zou even een scheef beeld geven van wat je eigenlijk krijgt. Want je krijgt gewoon dit. En niet bewegende en geluidmakende bordjes. Maar je kan het eraan toevoegen natuurlijk. De Spirit Slate Magnetic. Ja. We hebben weer een nieuw trucje toegevoegd aan ons assortiment. We hebben hem niet bedacht. Het is de Three Card Monty. En wat is de Three Card Monty? Ik ga hem je laten zien. We hebben drie kaarten. Een klaver aas, een klaver 3, een harte aas en een klaver 2. Ik zei het dus nog vroeg. Dus, klaver 3, aas, klaver 2. We schudden die kaarten nog door elkaar. Dat is een mooie. Als je die kaarten nou gaat neerleggen, is de bedoeling dat je de harte aas gaat volgen. Nou, ga even aan de bovenkant goed zien. De harte aas moet je volgen, let op. Harte aas. Klaver 3, klaver 2. Waar is de harte aas? Waar is de harte aas? En dan zullen mensen zeggen, ja hier. Zeg nou, dit is de klaver 3. Let op, want de harte aas ligt altijd in het midden. Maar dat maakt niet uit, we gaan het nog een keer doen. We schudden de kaarten door elkaar, gewoon even mixen. En we doen het nog een keer, let op. We hebben de harte aas, we hebben de klaver 3 en we hebben de klaver 2. Let op. Waar ligt de harte aas? Dan zeggen mensen, ja. Steeds hier. Nee, ik zei nog. Klaver 3. De harte aas ligt altijd in het midden. Nou, weet je wat? We zullen het wat makkelijker maken. Ik snap dat het ook wel lastig is op deze manier. We doen het iets anders. We leggen de klaver 3 opzij. Waarom? Dan hebben we nog maar twee kaarten over. Namelijk de harte aas en de klaver 2. Dus makkelijker. Waar ligt de aas? Hier. Nee, wacht even. Waar ligt de aas? Ja, die ligt nu hier. Ja, waar ligt de aas? Hier.
Oké, okay. Nou, helaas. Want dit is de Klaveren 3. Dit is de Klaveren 2. En de harte aas die ligt opzij. Nou, dit is de 3-card Monty. Met de routine zoals die ooit bedacht is door Michael Skinner. Nou, zoals je misschien al zag, met onze eigen Dynamite Magic rugzijde, is dit de 3-card Monty. De 3-card Monty heet Dynamite 3-card Monty. En kost €9,50, inclusief uitgebreide Nederlandstalige video-instructies. Dus Dynamite 3-card Monty. Compleet mapje met de kaarten en een Nederlandstalige video. Aanrader. Dat is een super makkelijke truc. Geen vingervlugheid. Je zag wat ik net deed. Ik heb echt niks speciaals gedaan. Geen rare handelingen. Geen double lifts, elbow counts. Weet ik wat voor gekke dingen. Makkelijk te doen. Ik heb er nog eentje staan, zie ik hier. En dat is de Green Neck System. Nou, die kan ik je niet laten zien. Want ik ben sowieso alleen. Wat houdt het Green Neck System in? Nou, ik heb het een heel stuk gelezen. De eerste tientallen pagina's leer je de basis van het systeem. Nou, dan denk je misschien, maar dat is een heel boek, jongens. Hoe moeilijk is dat systeem wel niet? Dit systeem is zo simpel dat de basis staat volgens mij uitgelegd in 5 of 6 pagina's. En dan herhalen ze het nog 3 keer om je echt te overtuigen hoe het werkt. Omdat het zo simpel is dat je denkt, ja, echt niet. De basis is dat je voorwerpen kunt lenen. Die leg je neer op tafel. Je draait je om. Toeschouwer mag eens je gedachten nemen. Of alles door elkaar leggen. En toch weet jij, zonder vragen te stellen, exact welk voorwerp de toeschouwer heeft gekozen. Nou, dat is de basis. Het hele boek verder, laat ik zo zeggen, de resterende pagina's, staan vol met routines en mogelijkheden en opties die je kunt doen met de informatie die je krijgt door het systeem. Dus de basis kan echt iedereen, al ben je 12 of 10, iedereen kan dit doen. Het is super simpel. Het is echt een aanrader. Ik moet even spieken. De Green Neck System, €64,95 kost die. Nou, goed geschreven boek met heel veel afbeeldingen ook in, heel duidelijk. Ik zou zeggen, als je houdt van leuk effect, want dit is natuurlijk zo'n effect waarvoor je niks mee hoeft te nemen. Het is een impromptu effect. Dat betekent als iemand zegt, doe eens een truc, je bent een goochelaar. Dan zeg je, ja, maar ik heb niks mee. Dan zeg je, oké, sleutel. Heb je nog je telefoon? Heb je rijbewijs, weet ik veel? Oké, ik draai me even om. Neem maar eens je gedachten. Bla bla bla. Impromptu. Dus is ideaal. Ik ga zeggen, als je daarvan houdt, aanschaffen die handel. Mooi boek. Green Neck System. Dus ik vind het een aanrader. Ik heb er eentje, staat er in ieder geval ook in mijn boekenkast. Ik heb een hele grote boekenkast, maar ik ben wel selectief wat betreft de boeken die erin komen. Dan, als laatste, hebben wij een lezing toegevoegd aan onze agenda. We hebben dit jaar niet zo heel veel lezingen gehad nog, even uit mijn hoofd. We hebben er een heleboel niet aangenomen. Dat wil zeggen, we hebben een aantal namen binnengekregen. Ja, ik wil bij jullie een lezing komen doen. Zeiden van ja, ik zou het graag willen, maar het aantal bezoekers van lezingen neemt gewoon terug. Of neemt af. Het loopt terug. En daardoor zijn we wat selectiever en kunnen we niet meer iedereen laten komen. Simpel zeg, een lezing kost geld. Het hoeft geen geld op te brengen verder, maar het is wel mooi als we enigszins uit de kosten komen. Uiteindelijk doen we het niet voor onszelf, maar doen we het voor jullie allemaal die hier naar de lezing toekomen. Op 2 november hebben wij een lezing van Francis Tabery. Nou, als je zegt, wie is dat? Iedereen die mijn leeftijd heeft of ouder, die kent die naam meteen. Het is een van de bekendste goochelaars op touwgebied, goochelen met touw. FISM wereldkampioen 1991, dacht ik. Met zijn touwact. Maar naast touw doet hij ook trucs met kaarten, met munten, met enveloppen, met bankbiljetten, noem maar op. En zijn lezing gaat dan ook in 2 delen. Eerste deel helemaal over alles wat niet met touw te maken heeft. Tweede deel over alles wat wel met touw te maken heeft. Overigens is hij ook een fan van 3D-objecten. Dus allemaal mooie 3D-figuren die waar je met je handen door kunt steken, waar je dan een andere dimensie zeg maar ziet. Heeft hij ook, laat hij ook zien en zijn ook allemaal te koop. Nou, je hoort het achter een telefoon gaan. Dat betekent dat het onze week officieel geopend is nu. Nou, we open,
We zijn officieel op kantoor nu bereikbaar. Ja, even geen telefoon uitzetten. Maar dat fixen we zo meteen. Ik ga zo meteen even terugbellen. In principe was het dat. Oh ja, 7 oktober. Joshua J. Vergeet hem niet. Een van de beste goochelaars naar mijn smaak. Die er rondlopen op deze planeet. Komt een lezing geven voor Dynamo Magic Shop. Er zijn nog plaatsen vrij. Maar goed, we hebben ook een hele grote zaal. Dus wil je daarbij zijn? Dat kan. Check onze pagina. In de webshop staat de rubriek kaartjes lezingen. Er staan allebei de lezingen in. Maar op de pagina zelf heb je ook een... op onze website zelf heb je links onder. Bij informatie zie je ook lezingen staan. En daar vind je alle informatie over de lezingen. Dat was het voor nu. Ik zeg tot de volgende keer. Dit is op deze nummer 70. Doei!